Goedemorgen, we zijn hier voor het 39ste jaar bij Vogelvereniging De Tuinfluiter op visite. Vorig jaar hadden we de pech dat we de pseudo-vogelpest hadden. Toen kon onze tentoonstelling geen doorgang vinden. Maar dit jaar konden we gelukkig weer met z'n allen aan de slag. En ik moet eerlijk zeggen, het is weer prima gelukt. We zijn net een half uurtje open en de eerste bezoekers beginnen naar binnen te lopen. We hebben een hele mooie variatie aan vogels. Kleur, zang, postuur, voor elk wat wils. Een mooie verkoopklasse. We hebben het weer goed voor elkaar als ik zo uit mag drukken. En zoals bij elke hobby, met name met de dierhouderij, treedt ook hier de vergrijzing en de verkaling wel enigszins op. Dus wij zijn wel naastig op zoek naar wat jeugdige aanwas. Want het is natuurlijk te gek dat ik met mijn 52ste nog onder de jeugdleden word gerekend. Daar moeten we vanaf. En dan kan er contact worden gezocht met de secretaris of de voorzitter van de Vogelvereniging De Tuinfluiter in de Haren. Wij staan ook in de gemeentegids. En anders de bezoekers die in de gids die ze hier kunnen kopen voor 1,50 per stuk, staan die gegevens ook nog een keer vermeld. Ja, dan sluit ik even aan op Peter Welvaart. Zij zegt leden gebruiken. Zelf ben ik iemand die jaren geleden, dan praat ik alweer over 25, 30 jaar geleden, heel actief was binnen Vogelvereniging De Tuinfluiter. Toen is daar vogeltjes houden een beetje op de achtergrond gekomen. Ben heel intensief gaan fietsen. En zo tegen mijn pensioen aan zei ik van nou, hey, dat begint weer een beetje te kriebelen. Dat vogeltje, dat vind ik wel weer leuk. Een paar vogeltjes aangeschaft en weer lid geworden van De Tuinfluiter. En wij hebben hier bij De Tuinfluiter in ieder geval een vereniging met veel vogels, veel verschillende vogels, kennis van vogels en een gezellig verenigingsje waar we regelmatig bij elkaar komen, pilsje pakken, we kletsen en het resultaat dat zien jullie hier, hè. Dankjewel.
Dat is goed, jongen. Nee. Nee? Ja. Ja.